Hey, welkom bij Mijn Cave. Leuk dat je weer kijkt. Kennen we elkaar nog niet? Ik ben Marcel en dit is Nascu Barbecue. En vandaag gaan we gewoon weer ouderwets een lekker recept maken. We gaan een lekker hamburgertje maken. En ik weet niet hoe we dit recept gaan noemen. Want het is de Oklahoma Onion Burger. Gemixt met een jalapeno cheddarworst. Op een lekker hard broodje. Dus zeg het maar. Ik had zelf in gedachten de Oklahoma Jalapeno Cheddar Smash Burger. Heb jij een beter idee? Laat het natuurlijk hieronder in de video achter. Maar als eerste wil ik het uiteraard even hebben over abonneren. Abonneer je op dit kanaal, zou ik zeggen. Vind ik leuk. Koop jij ook. En zo groeien we dit kanaal en gaan we op naar de 10.000. Dus dat zou ik heel leuk vinden. Als je dan abonneert, druk dan ook op dat belletje naast die abonneerknop. Dan krijg je een berichtje voor YouTube als ik weer een nieuw video upload. Dan ben jij er als eerste bij. En wil je me volgen op Instagram, Facebook? Dat kan, @NascuBarbecue. En mijn recepten, tips, tricks, merchandise, kruiden, verkooppunten. Alles kun je terugvinden op www.NascuBarbecue.nl. Maar voor nu, die Oklahoma Jalapeno Cheddar Smashburger. Ja. Laten we de hoek in duiken. Zelf hou ik heel erg van hamburgers en het maken van hamburgers. Gewoon, het is gewoon mooi om te zien hoe gemakkelijk je iets ontzettend lekkers op tafel kan zetten. Maar als je echt voor mij een hamburgerkoning moet bedenken, dan is dat George Motes. Ik volg zijn kanaal al een tijdje. Echt, dat is echt die man die heeft meer dan 20.000 hamburgers gegeten in zijn leven. En die heeft die soort van een regionale roadtrip door Amerika te maken. Om overal weer allemaal verschillende hamburgers. Dus ja, super gaaf. Dat is een van mijn inspiraties. Deels daarvan komt dit weer terug. Ik heb deze variant, zoals ik hem heb in gedachten met de jalapeno cheddarworstjes, heb ik nog niet gezien bij hem. Maar ja, je ziet inderdaad wel leuke dingen voorbij komen. En ja, hoe ze hamburgers opbouwen. Dus ja, dan ga je verder daarover nadenken. En toen kwam ik hierop uit. Dus ja, ik zou zeggen, laten we gewoon hier met de ingrediënten aan de slag gaan. En hier hebben we alles liggen wat we nodig hebben. Het gehakt. Ik heb hier half om half gehakt. Waarom? Dit hadden we nog liggen thuis. Dit is echt. Dit moet vandaag op. En dus dit hadden we nog liggen. Normaal zou ik denk ik runder gehakt gebruiken. Maar hey, af en toe komen dingetjes samen. Dus ik heb nu half en half. Zal zeker ook goed smaken. Wat hebben we nog meer? De jalapeno cheddarworstjes. Ik haal deze. Ik heb deze op het werk gehaald. En die komen van BB Quality vandaan. Jalapeno cheddarworstjes, super, super lekker. Lekkere bite erin, echt heel erg goed. Nou, nog twee lekkere harde broodjes van de bakker. Cheddar, roomboter, om dadelijk even inderdaad de broodjes lekker mee in te vetten. Voordat die, want die gaan we natuurlijk even grillen op de bakplaat. Een uitje voor de Oklahoma onion, zeg maar, variant. En ik gebruik mijn eigen chicken rub. Hamburger met chicken rub. Misschien dat je denkt van, maar ja goed, deze chicken rub die heeft lekkere kruidige smaken. Klein zoetje erin. En ik dacht, ja, dat is wel lekker om even bij deze hamburger nog even een andere twist eraan te doen. Ja, in combinatie met de jalapeno's die in de worstjes zitten, denk ik dat het een hele goede combinatie is. Verder heb ik van bakpapier van die mooie dingetjes op maat gesneden. Gewoon even een bakpapiertje in zessen gedeeld. En deze gaan dan dadelijk op de burgers bij het smashen. En voor dat smashen heb ik deze. Je kunt wel merken dat ik tegenwoordig bij barbecue werk. Er blijft van alles aan mijn handen kleven. Maar heb ik deze meegenomen. Van Handy, een hamburgerspatel. Zo in mijn hoofd 10 bij 15, 11 bij 15 centimeter. Dus perfect om de smashburgers te maken. Goed, goede kwaliteit. Mooi dik. En ja, ik denk perfect voor als smash burger spatel. En deze was volgens mij zo uit mijn hoofd 8,95. Valt ook nog wel te overzien. Dus ik ga eerst even de ui heel klein snijden. Even heel dunne ringetjes maken. Zodat we die dadelijk lekker op de smash burger erbij kunnen gooien. En gaan we gewoon lekker rustig aan de slag.
Zo. Oep, dat vind ik goed voor nu. Gaan we de barbecue aansteken. Nou, er ligt nog wat in van de vorige sessie, dus die gaan we gewoon gebruiken. Zul je dadelijk zien. Ik heb een directe en indirecte setup. Waarom? Ik wil dadelijk de jalapeno cheddar worstjes eerst indirect even leggen. En de bakplaat moet natuurlijk direct, zodat we de broodjes lekker kunnen bruinen en daarna de smashburgers kunnen bakken. Dus ik pak gewoon één helft. Ik denk dat deze, dit is mooi de verse kant, die pak ik. Houtkool dat ik gebruik is acacia houtkool, wat zachtere houtkoolsoort, makkelijk aan te krijgen. En wat dat betreft ideaal als jij niet te sterke geur en rooksmaak wil, maar zeg maar zelf de keuze wil hebben om bijvoorbeeld rookhout toe te voegen, is acacia echt een hele fijne houtkoolsoort. De ring van het Smart Rooster systeem even op de ene hoogste stand gezet, zodat ik makkelijk zeg maar, kan smashen dadelijk. Niet dat je in de barbecue zit, dan zit je met een knikje soms. Dus vandaar dat we hem even wat hoger hebben. Dus alle luikjes open en dan gaan we eens even lekker stoken. Warm te worden. De worstjes liggen al indirect. Dan gooi je eerst even de broodjes erop. De broodjes net al ingevet zoals je zag met roomboter. Laten we deze eerst even lekker mooi lekker bruin worden. Ik laat de barbecue gewoon even openstaan, dan kan hij nog wat lekker warmer worden. De kolen is op zich niet zo erg. De broodjes zullen een paar minuutjes nodig hebben. En dan moeten ze een heel eind klaar zijn. Nou, een paar minuutjes verder. Kijk, dit is wat we willen. Oh, kijk, ik ga ze eraf halen. Ik denk dat we gelijk door kunnen gaan met smashburgers. Dus dit is een mooi geluidje. Blaadje eroverheen, één kant uitsmeren en dan de andere kant uitsmeren. Zo. Kijk, en dit wil je ook, dat er gaatjes komen in je structuur. Dan de chicken rub, klein laagje chicken rub eroverheen. Gewoon even lekker om wat extra smaak. Uien erop. Even erin drukken. Wacht even dan. Kijk, perfect. Dan leggen we hier nog cheddar op. Ondertussen leggen we de worstjes ook even hier, dat ze even meebakken. Deze is ook nog cheddar.
En dan laten we het nog heel eventjes zo nagaren. 2 à 3 minuutjes verder. Dan leggen we de onderkantjes hierop. En deze zo er vanaf. Kijk. Kaas in de worstje begint lekker te spuiten, dus die kunnen er ook af. En dan gaan we terug de hoek in. Kijk, en dan hebben we het er allemaal zo bij liggen. Dan snijden we die worstjes nog even open. Zo erop. En dan haal je een heel mooi, ja, mooie creatie, een hamburger. Een Oklahoma jalapeno cheddar. Ja, een Oklahoma jalapeno cheddar smashburger. Gaan we eens even kijken hoe die proeft. Heerlijk. Heerlijk. Echt super lekker, makkelijk te maken. Maar wel echt een hele smaakexplosie. Ik ga er van daarnaast van praten. Wow, heerlijk. Ik ga nog een keer. Ik kan je vertellen. Echt. Mooi. Ja. Leek alsof ik nog wat in mijn baard had hangen. Maar in ieder geval, echt. Echt super lekker. Moet je ook maken, joh. Echt. Maar echt. Echt. Super. Super lekker. Echt een aanrader. Wat ik net al zei. Mooi lekker in balans. Die smashburger. De krokante buitenkant. De uitjes. De jalapeno die er tussendoor komt. Ja, en dan ook nog met dat krokante broodje. Echt een heerlijke combi. Maar goed, vond je deze video leuk? Had je wat aan? Like hem dan vooral. Ja, dan help je mij, het kanaal en alles in het hele YouTube algoritme. En wil je meer van dit soort video's zien? Dan abonneer ook gelijk. Lijkt me gezellig. En druk dan ook op dat belletje naast die abonneerknop. Krijg je een berichtje van YouTube als ik weer een nieuw video upload. En ben jij er als eerste bij. En je kunt me natuurlijk ook volgen op Instagram en Facebook. @NelskyBarbecue. Ja, voor nu, zoals ik altijd zeg. Maak deze thuis ook. En tot de volgende.